We moeten elkaar blijven bouwen aan een betere toekomst. Dit is een van de boodschappen die president Desi Bouterse heeft gegeven in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens het staatshoofd hebben we het jaar 2017 met gemengde gevoelens beleefd, aangezien de gepleegde investeringen nog geen vruchten hebben afgeworpen. Hierdoor konden de verwachtingen niet waargemaakt worden, zegt de president. Volgens hem zijn er wel voldoende punten die als bouwstenen moeten dienen en ons moeten aansporen om steeds meer te realiseren. Hoezeer het financiële ons nog de nodige zorgen baart, wij kunnen er niet aan voorbij gaan dat de regering er zorg voor heeft gedragen dat het belangrijkste voor ons allen, met name lonen, salarissen en uitkeringen, normaal uitbetaald zijn geworden. Dat sommige betalingen later plaats hebben gevonden, betreuren wij. Wij zullen deze lastige situatie in 2018 met nog meer beleidsinspanningen aanpakken. Het staatshoofd stond ook stil bij de beperking die het probleem van de staatsfinanciën teweeg heeft gebracht bij de uitvoering van zaken. Toch, zegt hij, worden er kansen benut en hebben creatieve Surinaamse ondernemers en bankiers ingespeeld op het islamitische bankieren. Deze voor ons nieuwe vorm van bankieren zal in 2018 veel meer deuren voor burgers en ondernemers openen, waardoor zij met minder zorgen en risico's aan hun toekomst kunnen bouwen. Deze vorm van bankieren verwelkomen wij als een belangrijke aanvulling op de vele bankaire mogelijkheden die wij reeds in ons land hebben. Ik kan niet nalaten hier melding te maken van de veerkracht van ons bankwezen. Onze financiële potenties moet u bovenal plaatsen tegen de achtergrond van het steeds gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen vanuit de spaarders en beleggers. Dit gedemonstreerde en geopenbaarde vertrouwen ligt aan de basis van de weerstand en de stabiliteit die ons bankair systeem stevig in het zadel houdt. Tot zover president Desi Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak. Aan het eind van zijn reden gaf het staatshoofd aan dat opgeven voor de regering geen optie is. We hebben als volk en land een veelheid aan potenties en het zal aan onszelf gelegen zijn als we die niet benutten, zei de president.